ben Thomas Kerstens. Ik ben in 2009 lid geworden van SIP toen ik in Leiden geschiedenis ging studeren. En nadat ik mijn studie geschiedenis had afgerond in Leiden en ook heel veel plezier heb gehad bij de SIP, ben ik Europese Unie-studies gaan studeren in onder andere Parijs en Londen, waarna ik uiteindelijk hier in Brussel beland ben. Ik werk hier momenteel bij een public affairs consultancy. En dat is eigenlijk een heel erg fancy woord voor lobbykantoor. Dat betekent dat ik me elke dag eigenlijk bezighoud met het vertegenwoordigen van de belangen of het behartigen van de belangen van mijn cliënten tijdens, voor en ook na het Europese wetgevende proces. Want het kan bijvoorbeeld zijn dat een wetgevend initiatief op een of andere manier een positieve of negatieve invloed kan hebben op het bedrijf van mijn cliënt of op de NGO van mijn cliënt. Dat is heel erg leuk en uitdagend werk, omdat eigenlijk geen enkele dag hetzelfde is. En dat doet me eigenlijk het meeste denken aan mijn tijd bij SIP, waar niet alleen elke week verschillende onderwerpen werden aangekaart bij interessante lezingen, maar ook mijn bestuursjaar dat ik bij SIP gedaan heb, waarbij dus eigenlijk ook elke dag wel een of andere verrassing had waar je op dat moment maar mee rekening moest houden. Het leven in Brussel is heel erg goed. Aan de ene kant is leven in België heel erg prettig. Hoewel het heel erg dicht bij Nederland ligt, is het toch echt daadwerkelijk het buitenland. Brussel is bijvoorbeeld een overwegend Franstalige stad. En dat is voor mij heel erg fijn geweest, omdat ik mijn Frans dat ik op de middelbare school geleerd had en uiteindelijk heb versterkt toen ik in Parijs woonde, nog steeds kan vasthouden en eigenlijk dagelijks kan gebruiken. Maar wat nog interessanter is, en waarschijnlijk ook voor jullie, als jullie misschien overwegen om eens een keer in Brussel een stage te gaan lopen, is dat er een hele interessante Europese gemeenschap of community hier in de stad is. Je hebt niet alleen de Europese wijk met allerlei gebouwen van beton, glas en staal waar verschillende vergaderingen worden gehouden over Europees beleid, maar naast die gebouwen zijn ook heel veel barretjes, mooie restaurants die bijvoorbeeld hele goede Italiaanse keukens serveren voor de Italianen die een beetje heimwee hebben. En dat zijn de plekken waar je ook buiten werk om samenkomt met al die mensen vanuit heel Europa waar je mee samenwerkt, waar je vrienden mee bent geworden. En dat zorgt er eigenlijk voor dat Brussel toch ook eigenlijk wel een heel erg bruisend internationaal leven heeft. Als ik één tip mag meegeven aan iedereen die op dit moment lid is bij de SIP, dan is het wel om kansen te grijpen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het doen van een commissie, dat kan zijn het helpen van een commissaris extern bij het organiseren van een onderwerp dat jij nou echt interessant vindt. Of misschien eens een keer solliciteren voor het bestuur van SIP. Laat zien dat je behalve consumerend lid ook daadwerkelijk wil bijdragen aan deze hele mooie vereniging. En dat heeft twee voordelen, want SIP is zo sterk als haar leden, beter gezegd haar actieve leden. Maar het andere grote voordeel is dat het jou leert om ook voorbij het studentenleven te kijken. Het zorgt ervoor dat jij ook erachter kunt komen hoe het bijvoorbeeld is om met academici of diplomaten of misschien zelfs mensen van het bedrijfsleven, hangt een beetje af wat je interesse is, om te gaan en daadwerkelijk een evenement op te zetten. Het zorgt ervoor dat jij bepaalde vaardigheden opdoet die enorm handig kunnen zijn voor je werkende leven daarna of het wonen in het buitenland als je heel internationaal bezig bent. Persoonlijk, ik ben commissaris extern geweest in het jaar 2010-2011. En wat mij enorm geholpen heeft, is bijvoorbeeld zo'n Japanse tafeltjesavond geweest, waarbij je eigenlijk een heel blik diplomaten opentrekt of een heel blik aan diplomatieke contacten in Den Haag. Dan ga je allemaal uitnodigen voor het grote Japanse tafeltjesavond evenement. En vervolgens ga je eigenlijk gewoon al die mensen nog eens een keer nabellen en die contacten probeer je allemaal net zo goed te onderhouden. Dat is een beetje een stresstest, maar wel echt een hele leuke, omdat het resultaat ervan echt ongekend is. Het feit dat jij zo'n mooi evenement hebt kunnen organiseren. En de vaardigheden van het voortdurend opvolgen, niet opgeven, relaties onderhouden en warm houden. Dat is iets wat ik tijdens mijn studie heel goed kon gebruiken. Dat is heel internationaal natuurlijk in Parijs en Londen met andere studenten. En in mijn werkende leven heb ik dat ook heel goed kunnen gebruiken. Omdat je als lobbyist natuurlijk ook heel veel relaties moet warm houden, evenementen moet organiseren, meetings moet plannen en dat soort zaken. Dus, kort samengevat, zorg ervoor dat je kansen grijpt om actief mee te doen bij SIP. Want het is niet alleen leuk, het is niet alleen goed voor de vereniging, maar je leert er ook heel veel van. SIP opent je wereld. Groeten vanaf het hart van de Europese Unie. Groeten vanuit Brussel.